Wat je moet voorstellen is dat wij altijd, de energie stroomde altijd van een hoogpunt naar een laagpunt. En nu gaat decentraal, wordt de energie ook opgewekt door bedrijven en door burgers. Die gaan zelf zonnepanelen plaatsen, die gaan zelf windmolens plaatsen. En wat je ziet is dat de energiestromen veel ingewikkelder over de infrastructuur gaan stromen. Wij leggen infrastructuur aan voor energie, voor gas en elektra, maar ook voor breedband. En dat onderhouden wij en dat doen we al heel lang. Dus wat wij moeten doen is continu meten wat de energieverbruikers zijn en welke energievermogens er worden opgewekt. En dat moeten we continu matchen met datgene waar behoefte aan is, waar bedrijven die dat afnemen en bewoners die dat afnemen. Dat moet per minuut moet dat gebeuren en dat moet ook per minuut zo'n beetje in balans zijn. SVZ is een woningcorporatie die ontwikkelt hier in deze wijk, de Muziekwijk, 300 woningen. We hebben ervoor gekozen om dat collectief te verwarmen, dus met een warmtenet. En daar hebben wij het bedrijf Kogas voor gevonden, die de exploitant en ontwikkelaar van het warmtenet is. De cv-ketel die zit in dit geval net buiten de wijk. Dat is een cv-ketel die gestookt wordt op houtsnippers en die voorziet de hele wijk van warmte. Dan gaat hout in een grote kachel, dat wordt vol verwarmd en de warmte wordt omgezet in warm water en dat warm water gaat via een warmtevat, een buffervat, gaat het de wijk in. Het water wordt opgewarmd tot 90 graden, komt ook met 90 graden het buffervat in en gaat dan de wijk in en is het ongeveer 70 graden totdat bij de woning is. De rol van Kogas is dat wij de infrastructuur, die is op dit moment betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam. En dat is de afgelopen jaren zo, maar dat moet ook de komende decennia zo blijven. En daar gaan wij bij helpen.